Wat is nou belangrijk? Dat je een goede, compacte, verwerkbare specie hebt. Als hij te droog is, dan kun je het niet op je voegspijker krijgen, kun je het niet verwerken. Als hij te nat is, dan valt hij er vanaf en dan, ja, dan wil dat niet werken. Dan heb je een flubber, is te nat, dan wil het niet werken. Dus het moet precies net goed zijn om een fijn balletje te krijgen. Zetten wat in de kruiwagen. Water bij. Je deelt goed door. Wat we vroeger ook wel eens deden om specie te maken, dat is een kuip vullen, water erbij en dan de boel eerst goed doorslaan met een troffel. En dan als het ware wijntrappen in de kuip. Wat je dan krijgt is de goede waterverdeling door de hele specie heen. Dus de juiste, overal hetzelfde hoeveelheid water in je specie. En had je een compacte eenheid als het ware. En dat deden ze trappend. En nou snij ik hem als het ware even doorheen. En dat doe ik om de vocht goed te gaan verdelen. Nou, zorg dat je altijd wat droge specie overhoudt. Als je te nat bent, dan kun je er wat droog bij doen. Anders moet je weer een nieuwe verhouding aanmaken. En dat is zonde. Dus even goed doorslaan. Goed doorsnijden als het ware. Goed verdelen. En dan kan het ook op elkaar doorheen gooien, dus dat het door elkaar heen slaat. Dan ga je voelen. Dan is het naar mijn idee nog ietsjes te droog. Iedereen heeft een eigen andere verwerking. Ik vind dat mijn verwerking is dat hij een beetje nat is, dat vind ik wel fijn. Dus ik doe er nog een klein beetje bij. Slaan hem even door. Dan sla je die door. Dan sla ik vocht door de specie heen. En dan wordt die compacter en de verdeling is goed van het vocht in je specie. Dat je overal een gelijke vochtverdeling hebt. Nou. Dit voelt fijner aan. Kijk, dit is fijn. Dus je pakt hem op. Je ziet dat het hier nog hier en daar wat uitvalt. Dat betekent dat het droge stukken zijn. Dus je moet hem eigenlijk nog even goed doorjassen. Om een goede verdeling te krijgen van je vocht. Besteed hier goed aandacht aan. Want als je droge stukken hebt in de helft van je werk, dan snijdt dat helemaal niet fijn straks. En ik heb de kans op rafeling, geen 100% voegwerk. Ik pak hem op. Dat ziet al beter uit.